Of begin van dit jaar was het geef een teken voor de tsunami's. Geef een teken, laat ze weten. He, met de Vlaamse zangers, die gasten waren content dat er zo een ramp uitbrak. He, konden ze nog een keer een plaatje uitbrengen. Een van die losers is de laatste 10 jaar geen studio nummer gezien aan de binnenkant. Dat is waar. Geef een teken. He, also, Rafko van Brussel naast Willy Sommers, geef een teken. He. Allebei ex-Isabelle A, geef een teken. Geef een teken. He. Of Helmut Lotti, geef een teken, geef een teken. Jongen, dat krijg je van een DNS. He. Oh, Helmut Lotti, man toch. He. Hij was dan lekker begonnen met Goes Africa en Goes Latin America. Ik dacht alleen nog 3 werelddelen en we zijn er hier vanaf. Nee, begint hij met Goes Pop Classic, Goes Elvis, he. Goes op een ander. Zo is dat wel, met die een goos op een ander. Hè. Die zal niet tegenkomen gelijk als Willy Klaas dat moest scheiden na 42 jaar. Hè. Die gaan nooit zo lang getrouwd geraken. Dus, die laat ze allemaal zitten na 4 jaar. Dus, dat is toch waar. Zijn tweede vrouw zit nu bij Willem Vermanderen, wist je dat? Karel J. Po of zo, die heeft nu een affaire met Willem Vermanderen. Ja. Vermanderen heeft er al een liedje voor. Lottie moet lopen langs de stroot. Echt waar. Ja, ja. Of dingen, Natalia. Natalia heeft een platencontract. Hè. Die heeft een platencontract. Hè. Dus, nu, Natalia moest er geweest zijn tijdens die ramp met dat water zelf. Hè. Met zo'n kont, ze kan al dat water tegenhouden. Hè. Dat is... Allee, gedaan, moppen over Natalia. Helmut Lotti terug. Maar ik vind dat zo, die plaatjes dat die gasten uitbrengen, daar juist dat ook, die USA for Africa, dat was eigenlijk dat was het slechte plaatje dat ze ooit uitgebracht. USA for Africa. Hè. We are the world, we are the children. My. Als je daar slachtoffer hoort, dat is toch triestig. Hé, zo met Bruce Springsteen in de refrein. We are the world, we are the... Jongen, op het aan het kakken was. Hé, man, of Michael Jackson. We are the world, we are the world. I love the children. Man. Of Stevie Wonder. We are the world, we are the... Ik dacht dat er ging af van the world. Ja, of Bob Dylan, die stond er ook op. Zo, it's true, we make a better day. Just you and me. Just you and me. Kom het maar tegen als slachtoffer, zeg. Nee? Of zo die persiflage met de Beatles. Zo, let it be, let it be, let it be. Dat is toch schandalig, hè? Allee, als je dat precies wilde zeggen, dat de honger en de miserie, let it be. Hey, uw living is onder stroom, uw familie is verdwenen, uw vader is dood. Hey, en dan komt er zo'n Charles zingen. Oh, it's such a perfect day. Dan, hey. Dat is allemaal niet geestig meer. Hey, maar de super benefietsingle, dat was Feed the World. Hey. Dus de kneuterigheid van Kerstmis gecombineerd met de meligheid van een benefietsingle. Hey, feed the world, let they know it's Christmas. Hey, jongen, alsjeblieft. Met Bono van U2. Hey, feed the world. Hey. Bono, make poverty history. Dat zijn een slogan. Hey. Hij wil de armoede uit de wereld helpen. Maar als je veel naar zijn concerten gaat, kom er wel in. Hey. Ik ben van de jaren geweest in het IJsselstadion. €70, hey, zeg. Make poverty history. Hè? En dan staat zingen. And you give yourself. Hè? Een half uur over zijn eerste lief. And you give, and you give, and you give. Man, wat vernoer moet dat niet geweest zijn. Hè? Dus, een half uur. En maar Bono die is zot geworden. Hè? Die wil de schulden van de derde wereld kwijtschelden. Kun je dat geloven? De derde wereld hun schulden kwijtschelden. Maar wat is dat nu voor iets? Betalen moeten ze doen, hè, zeg. En een deurwaarder op afsturen, zou ik. Ja. Oh, ja. En beslag leggen op hun loon en uit hun kot zetten als ze niet betalen. Gelijk als iedereen. Dat... Ja. Allemaal die negerkens in Afrika. Ik trap er allemaal niet meer in die gasten in trucken. Hè. Als je in de camera was zitten kijken met van die dikke ogen en zo. Allemaal trucage. Hè. Geloof daar niks van, hè. Hey, en dan zo wat met een dikke buik en dan zo wat siroop op hun mond smeren. Dat er wat vliegen komen opzitten en zo. Hey. Hey. Trucage. Ja. Ik ben een slechte mens, ja, ik weet niet. Ja, maar dat is toch waar, hè? Want in de derde wereld komt van je moet er geen compassie mee hebben, betalen. Ja. Als je niet een elektriek niet kunt betalen, een deurwaarder op je kot zeker, hè? Wat is dat nu voor iets? Dus ik heb een benefito voor de daklozen. Dat is wat ik steun, ja, voor de daklozen in Brussel. Er zijn er vorige week weer 2 doodgevroren. Hè? In Brussel hebben ze geen thermometers meer nodig. Hè? Daar kunnen ze zien aan de daklozen die 's morgens dood liggen hoe koud dat is. Hè?
Oh, het is koud. Oh, het vriest weer, twee daklozen onder de grond. Ja. Oh. Hey. Vroeger stonden die gasten altijd aan Aldi. Nu liggen ze bij Nocool. Is wat? Hoe kan dan nu een dakloos dat doodvriest al? Hè? Die gasten staan toch geïsoleerd in de maatschappij? Dus, Plus, hè, als je zo een jaar of 3-4 krantjes kunt verkopen aan Aldi, hè, maar dan zijn je binnen. Hè. Die gasten, hè, ik heb al meer dan 1 daklozen hè, dat ik al zo jaar en dag gesponsord heb. Op een gegeven moment steken die gasten mij op de autostrade voorbij in hun Mercedes. Hè. Hè, met een open dak, hè, want ze zijn dakloos. Hè. Maar, Nee, maar benefiet, hè, jongen, ze moeten er gaan mee stoppen. Zo wat van de jaar ook een benefiet voor onder 75 jaar België. Met Stijn Meuris van Noordkap en met Maridon van Zapmama. Je t'aime, tu sais, ik hou van u. Ik hou, je t'aime, ik hou. Dat is ook typisch, hè. We maken een benefietsingel van 175 jaar België. Wie pakken ze? Hè? Een Limburger en een Zairese. Onze laatste twee kolonies. Ik neem. Goed bezig. Je t'aime. Maar ja. Ik vond onder 75 jaar België, hè, het is goed geweest, het is een schoon rond getal om mee te stoppen. Maar nee, dat moet per se verder gaan en zo. We geven, hè, waarom hebben ze geen groot bal gegeven en ambiance en we gaan naar huis. En, dus, hè, want je voelt dat toch dat het niet meer gaat, hè, België. Hè, zeker met dat schandaal daar in Francorchamps, dat gevolgd, met Jean-Marie Appart. Ze hebben jaar en dag hun mond vol over het Marshallplan. Ecclestone had een veel beter plan. Hè? Ik laat ze een contract tekenen dat ze niet kunnen lezen, dat ze moeten betalen tot 2015. Ja. Hey, maar ik kan niet lezen, ik onderteken dat, geen probleem. Oké, okay, de grote prijs van Cochon, oké, okay, blablabla. Het is gedaan, hè. Ziet maar, ze moesten ermee gestopt zijn. Het was een schoon moment geweest om ermee te stoppen. Pas op, ik heb niks tegen de Waal. De Waal kende Vlamingen tamelijk goed, want ik ben dit jaar op verlof geweest in Wallonië. Ik ging er bij een bakker met zo'n paar foto's van BV's. Die bakkerinnen, ze kennen ze allemaal. Hè. Ja, zo is ook een foto van Verhofstadt. Oui, oui, je le connais. Oui, oui, c'est le premier lapin. C'est Guy Verhofstadt. Oui, je connais. Oui, een stand van Gent. Oui, oui. Hey, dan zo'n foto van Karel de Gucht. Oui, je le connais. C'est le grand dieu du VLD, Karel de Klucht. Oui, oui. Il a dit que cette année que Balkenende est une mix de Harry Potter et Steve Burgerlijkheid. Oui, 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 mais il est aussi un mix. Il est un mix d'un krokodil et un dwergsmurf. Een petit avec un grand mul. Oui. Hey, dan zo'n foto van Di Rupo. Oui, l'Italiano Giannetti. Je le connais. Oui. Ze kennen ons allemaal, hè. Maar, allez. Maar misschien moeten we nog een benefiet doen voor Verhofstadt. Voor Verhofstadt. Ja, Verhofstadt, alhoewel, die heeft dat niet nodig. Hij heeft een goed jaar gehad. Verhofstadt is natuurlijk de po, hè. Dus een nieuwe bril, een nieuwe stand, een nieuwe villa. Dus, plus hij is terug de populairste politicus. Ja, hij is natuurlijk de populairste politicus. Hè. Je vraagt af, hoe komt dat? Ja, ik weet dat. Hij heeft de werkloosheid opgelost. Hè. Hij heeft een dop afgeschaft. Hè? Nee, simpel, maar hij moet erop komen. Hè. Dus, hè. Ik vond dat niet zo slecht gevonden. Allee, kijk. Hey, wat dat niet zichtbaar is, dat bestaat niet. Jongens, toch, de dop afgeschaft. Oh, ik vond dat, ik ben ook in de tijd een paar jaar gaan doppen. Ik heb mij nooit zo goed geamuseerd als op een dop. Hè. Eerlijk gezegd, also, jonge steuntrekkers, oude steuntrekkers, beroepsdoppers, also, middenstanders, hè, die me overal aankwamen doppen en dan terug gingen verder werken in het zwart. Jongens, nog nooit zo'n goede compagnie had als in tijd op een dop. Hè. Hey, en pas op, er werd nooit over het werk geklapt. Hè. Dat was... also, en dat waren hè, op café iedereen uitlachen dat buiten aan het werken was zo voor hetzelfde geld als dat jij kreeg voor een dop. Hè. Ah, loser! Ah, hij werkt! Zie het? Nee, maar de Guy is goed bezig. Hè. De Guy is, hij begint realistisch te worden. Hij begint realistisch. Dat is ongelooflijk. Hey, want die 200.000 nieuwe jobs, dat gaan we niet halen. 200.000 nieuwe jobs gaan we niet halen. Hey, ja, maar ze hebben moeite genoeg om degenen die nu aan het werk zijn, om die aan het werk te houden. Hè. Hey, maar we zijn niet verkozen om te doen wat plezierig is. We zijn verkozen om te doen wat noodzakelijk is. Ja. Hey, dan heeft die Rupo gezegd, oké, Guy, doe jij wat noodzakelijk is, zal ik doen wat dat plezierig is. Hey. En dan zo blijft dat duren. Hey, dus. Nee, maar het is allemaal moeilijk. Jongens. Le Terme zit er ook zeker. Hey. Die was tot voor kort de populairste politicus. Hey. Dus, hey. Nu probeert hij er in mijn show komen te zitten, terug zijn populariteit een beetje naar boven te krijgen. Ze zal nog verder dalen, meneer Le Terme. Ja, ja. Zijn dat de kerstmis geweest? De nachtmis geweest in Ieper of in Poperingen? Ja? U geit speelt mee een kerstverhaal of zo. Dus, ik weet niet. Nee, maar jong, Verhofstadt, zijn moeilijkste periode dit jaar dat was eigenlijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. En hij moest dat gaan uitleggen bij de koning. Hè.
En hij had juist een nieuwe bril. Hè. De koning wist niet wat er gebeurde. Hij dacht dat Roodkapje op bezoek kwam. En Guy, wat komt jij hier doen? Maar ja, ik kom hier voor de splitsing uit te leggen. We zien hier van Brussel half Vilvoorde. Maar Guy, waarom heb jij zo'n lelijke bril? Maar ja, kijk, dat is om de toekomst nog rooskleuriger te kunnen bekijken. En Guy, waarom heb jij zo'n lelijke tanden? Maar ja, dat is om de splitsing uit te leggen. Voilà. Ja. Hey, maar ik beklaag de eerste minister die dat bij prins Philip moet gaan uitleggen ooit. Hè. Zo'n splitsing die had dat nooit verstaan. Wat kunt jij doen? We gaan komen voor de splitsing van Brussel, Halle, Vilvoorde uitleggen. Maar ja, dat is toch gemakkelijk? Brussel, Halle, Vilvoorde. Voilà, salut. Maar de Guy heeft wel wat moeilijke, Verhofstadt heeft wel wat moeilijke momenten gehad in zijn eigen partij. Een beetje een bras gehad zo in de maand mei. Met de Gucht en met Koveliers. Koveliers is dan afgebold. De nieuwe partij, Vlot. En dan de Dekker, ook een beetje van zijn toeter gemaakt. Die vind ik ook goed, de Dekker. Als komiek zo, je kunt daar iets mee doen, vind ik. Altijd van, hey, ja, kijk, inderdaad, ik heb 40% van de stemmen bij de VLD. Dan vind ik ook dat ik recht op een mening. Want ik heb vroeger nog judo-coach geweest. Ik heb zelfs geschopt tot zwarte gordel. Jawel, en toen was mijn naam de Blekkendekker. En nu ga ik proberen toch als Blekkendekker boven de ring van Vilvoorde nog een ring bij te leggen om op die manier de files op te lossen, 's morgens en 's avonds. Hij meent dat dus, hè. Echt waar. Wat ik als komiek zeg, hij meent dat dus. Boven de ring van Brussel, nog een ring boven. Om zo de files op te lossen. Hé, maar... Dat zijn allemaal voorstellen. Als je zo de krant elke dag leest, je leest dat wat, hè. Dat ik van de jaren allemaal gezien heb van politici, van die voorstellen, rookverbod in restaurants, verbod om in te halen als het regent, verbod om meer dan 80 km per uur te rijden voor camions, verbod om maximaal 20 keer per jaar onder de zonnebank te gaan, verbod voor slagers om broodjes mos te verkopen. Kun je dat geloven? Een slager mag geen broodjes mos meer verkopen. Jongens, wat moeten die mensen anders hun afval in kwijt? Maar dat is toch belachelijk? Allee, waarom mag een slager geen broodjes mos verkopen? Die overlapping, dat is in Vlaanderen toch al jaren en dag bezig. Dat is toch de charme? Dat is folklore? Hey, die gast wat ik met een computer koop, in de zomer verkoopt die mossel. Ja? Wat ik met een frit ga halen, dat fritkot, die verkoopt leren vesten. Hey, die verkoopt vulpen, stilo's. Hey, museum. Luister goed, museum. Kent een veearts die gesneden brood verkoopt. En een wespen. En kevers, ja. Nee, maar dames en heren, over die benefieten, daar misschien voor die politici een benefiet, dat vind ik ook al een beetje moeilijk. Ik vind namelijk een benefiet moeten doen, bijvoorbeeld voor Walter Grootaars van de Kreuners. Waarom niet? Nee, die jongen heeft van de jaren 38 verkeersboetes gehad, hè? Wegens overdreven snelheid. Hè? Maar ik ga er een liedje voor maken voor die. Ja. Ik rij op de autoweg richting Lier. Ik rij 180, ja, ik heb plezier. Straks krijg ik een boete, ja, dat weet ik wel. Toch doe ik het opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Mij kan het niet schelen. Ik kreeg er al zoveel. Ik krijg ze, ik bekijk ze, ik scheur ze. Ik betaal ze niet, ik krijg ze, ik betaal ze. Ik scheur ze, ik gooi ze weg. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. Alhoewel, nee. Die gast kan dat betalen, die heeft een goed contract bij VTM. Nee. Geen een benefiet voor Walter Grootaars, nee. Misschien een benefietliedje voor de slachtoffers van de orkanen Katrina in Amerika. Ja, dat ga ik doen. Ze kon stormen, ze kon blazen, ze kon waaien. Ze blies alles naar de botten. Ja, ze trok door de staten van New Orleans. En Clinton wil haar pakken. Katerina. En daarna kwam ook nog Wilma. En toen Emma, en toen Rita. En toen was alles kapot. Dat is misschien wel goed, ja? Ja. De slachtoffers van de orkanen, ja. Alhoewel, dat is niet nodig om daar nog een benefietliedje voor te maken. Dat bestaat al. In de jaren 60, de Animals had daar een nummer over. There was a house in New Orleans. It cooled the rising sun. But now it's gone and blown away. Oh yeah, Katrina, come.